André het op ons gebeurd. Dat zie je toch aan alles? Ja, dat vind ik dus een beetje een holle kreet. Oké, okay, ja, maar dan doe je er niks mee. Wie heeft die vorige keer gestemd? Op Milena. Ja. Dus wat is aannemelijk dat er nu gaat gebeuren? Tuurlijk, het is aannemelijk dat de eerstkomende twee weken de mensen weg gaan spelen die weg willen. Maar moeten we daarop gaan wachten? Of gaan we het voor zijn door mensen die daarna de strijd aan willen gaan, net zoals wij dat willen, dat we daar nu mee beginnen? Die andere twee mensen die weg willen, gaan toch wel weg uiteindelijk. Ja, kijk, weet je wat het is? Ja, tuurlijk gaan die uiteindelijk wel weg. Alleen daarvan is er eentje die we naar huis zouden kunnen werken die sowieso op Gerst zou stemmen. Samen met Brennen, zodat alles zes stemmen zijn. En dat vind ik op dit moment een grote gevaar. En wat gaat Shelley doen als André weg is? Nou ja, dus dat. Wat gaat zij dan doen? Ik denk dat ze zich dan aan gaat sluiten om ook op Gert te gaan stemmen. Dus dan speel je de situatie in de kaart. Even denken hoor. Maar dat zou dan een stemming daarna zijn? Ja. Ja, maar dan ben je toch met meer. En als je hebt twee teams waarvan wij het grotere team zijn, waarvan wij allemaal strijdlustig zijn. En je hebt één team daaronder die één mannetje minder heeft, waarvan er ook nog eens twee niet strijdlustig zijn. Die boeit het niet. Zeggen ze A. Brendan zegt niet tactisch te gaan stemmen, dat geloof ik. Totdat hij dadelijk rare sprongen moet gaan maken. Dan gaat hij misschien wel in één keer tactisch stemmen. Maar dat weet je niet, dat klopt. Dat moet je doen met de informatie die je nu hebt. Maar dan denk ik, oké, gaan we dan wachten totdat er een aanval op ons komt? Of ga je dat voor zijn door dus inderdaad Michelle en Andrea nu uit elkaar te halen? En dan heb je eigenlijk van en een minder groepje ook nog eens twee mensen die geen strijd willen voeren. Ja, maar ik bekijk het gewoon helemaal anders. Oké, maar dat is ook niet. Jij gaat dan, als je, stel nou je stemt Andrea naar huis, dan speel je een situatie in de kaart waarbij Shelley zich aan gaat sluiten om ook op Ger te gaan stemmen. Dus je maakt het anti-Ger groepje maak je groter door middel van je eigen keuze. Oké, maar gaat dat niet überhaupt gebeuren? Als iedereen, zeg even dat we nu twee weken verder zijn, Dylan is naar huis, Milena is naar huis. Dus dan heb je alleen nog maar mensen die willen strijden, dan heb je twee duidelijke groepjes. Ik denk dat je Dylan en Milena achter elkaar naar huis moet sturen. Ik denk dat Milena hier prima zit. Hoe zie je dat worden? Nou ja, kijk, als eerst Dylan weg is en daarna bijvoorbeeld Andrea, dan kan dan Shelley zich aan gaan sluiten bij het op Ger stemmen, maar dan is al één iemand die drie stemmen aan Ger zou geven, is al weg. Dus ja, dan maar, onderaan kijk, de streep blijft de situatie dan hetzelfde, maar ben je wel twee mensen kwijt. Ja, maar ik vraag me dus af, ga je dat in de kaart spelen of is dat al een feit? Is dat al een gegeven? Zolang Shelley en Andrea samen zijn, is de kans gewoon groot dat die samen hetzelfde gaan doen. En zolang Dylan hier is, ga ik er gemakshalve vanuit op basis van de vorige stemming dat hij weer op Ger gaat stemmen. Ja, oké, maar Brennan ging ook op Ger. Kijk, stel dat je Andrea naar huis stemt, dan is waarschijnlijk die ronde daarna krijgt Ger een 9. Brennan, Dylan, Shelley. Minimaal. Ja, oké. En 9 is veel dan, ja. Als je nog maar met wat zijn er Shelley, Brennan en? En Dylan, als je Andrea Brennan huis en Dylan stemt. Ja. Snap je, als je Andrea wegtrekt bij Shelley, dan is Shelley bijna wel genoodzaakt om ze bij iemand anders aan te sluiten. Okay, maar als je Dylan naar huis, dan blijft Brennan toch wel zijn eigen ding doen, naar verwachting. Dus gaat hij alsnog op Ger? Ja, maar ja. Dan zijn er dus drie stemmen weg. Shelley haat Ger, Andrea haat Ger, die sluiten zich daar dan toch denk ik sowieso bij aan. Ja, maar je weet het zeker als je een van die twee naar huis gaat zetten. Maar wat is het belang van Andrea weg? Ik snap hem niet helemaal. Ja, je kan ook Shelley weg doen. Eén zo iemand die wil strijden. Ik ben niet echt van het afwachten. Dan neem ik daar liever het voortouw in en dan stem ik er liever zo eentje gelijk. Nee, maar op dit moment is het nog niet aannemelijk dat ze samen gaan spannen. Oké. Het is toch logisch? Je hebt 6 mensen waarvan er 2 niet willen strijden. Dan gaan die overige 40 samen bonden. Precies wat wij nu doen. En die andere 2, die boeit het geen kut. Dus die sluiten zich daar dan toch bij aan. Maar die gaan geen strijd aan. Die gaan niet tactisch nadenken. Die zijn helemaal uit. Die willen alleen maar naar huis. Die stemmen om het moeten stemmen. Wij stemmen om het spel te spelen. Ja, maar alsnog stemmen ze om te moeten stemmen. Maar zijn hun stemmen nog wel net zoveel waard? Ja, absoluut. Dat is zeker waar. Dat klopt. En daarom snap ik niet waarom je in een situatie waarin waarin je weet dat er 2 mensen al op Ger hebben gestemd, zou ik niet weten waarom je ze dan erin moet houden. Kijk, iedereen kan in potentie op Ger stemmen, wij ook.
Maar zij hebben het al bewezen dat ze het gingen doen. Tuurlijk, en dat gaat volgende keer weer gebeuren. Ja. Alleen twee mensen stemmen, dat is dan niet heel erg boeiend. Althans, dat heeft nu niks opgeleverd. Die kan je ook zo uittellen. Maar je moet je ook voor kunnen stellen dat als Shelley en Andrea... Even denken, Shelley en Andrea dadelijk op... Zeg ik dat goed? Ja. Shelley en Andrea zouden zo op Ger kunnen stemmen. Brendan heeft het al gedaan. Als je Dylan weghaalt, oké, vallen Dylan zijn stemmen op Ger, vallen weg. Maar wat denk je dat de rest dan gaat doen? Dan gaat Jordi toch ook op Ger. Als hun net zo goed nadenken als wij, dan gaan hun toch ook bonden. Dan gaan ze toch niet en dat kleine groepje ook nog eens splitsen in twee personen van ons. Nee, ja, weet ik niet. Ik denk eerlijk gezegd dat de zekerheid heb je dat als je Andrea weg gaat stemmen, dat die ronde daarna Shelley zich aansluit om ook op Ger te gaan stemmen. Oké, maar dan zijn wij alsnog met meer mensen. En dan denk ik, zou een Milena ooit op Ger stemmen? 3? Het kan, hè? Maar dat zou natuurlijk wel heel slecht van haar zijn. Nou, ik denk dat die gewoon zo langs hier zit en Dylan hier is, dat ze op Dylan zou stemmen. En daarna weet ik niet wat ze gaat doen. Maar ja. Hoeveel mensen denk je dat er in potentie op Andrea zouden stemmen? Maris begon er vanmorgen over. Van ik zou eigenlijk wel graag op Andrea willen. Toen heb ik daarover nagedacht. Toen dacht ik van nou, dat zou ik ook niet erg vinden. Lex wilde op Andrea, heb ik van Maris die informatie, dus ik weet niet of het waar is. Franny zou het ook doen. Ik denk dat... Ja, maar die zouden ook al op Milena stemmen, snap je? Ja, tuurlijk. Maar je bespreekt toch die tactiek met z'n allen. Niemand hier gaat van deze groep in zijn eentje of met twee mensen op iemand. Dat moet je gewoon met z'n allen doen. En daar gaan zij dan in mee, zo moet ik het meer zeggen. Dat heeft Maris maar dat deden ze niet toen het plan Dylan was. Pas toen ik zei, hier heeft op Ger gestemd. Toen nee, Franny had daar toch weer een hele tactiek van. Als wij dan op die andere gaan, dan lijkt het alsof we er niet bij horen. Ja. Dat was... Dus dat houdt gewoon in dat ze onberekenbaar zijn. Nou ja, dat hoop ik niet, maar dat zou kunnen. Ik hoop het echt niet. En tegendeel is ook nog niet bewezen, maar... Zou Hisk op Andrea stemmen? Ja, dat denk ik dus niet. Dat weet ik niet. Maar wel op Dylan? Volgens mij wil ze nu 2-1 doen. Op één van de twee. Dylan en Milena? Ja, Dylan of Milena. Of nou, in ieder geval, ja, die allebei, maar twee op wie, dat weet ze niet. Dat maakt ze niet zoveel uit. Maar je kan Andrea ook de volgende ronde doen, maar... Vorige keer kwam ze ook al om te springen. Ja. En dat vind ik dus weer heel raar van Hiske, want Hiske heeft het al maanden over dat ze met ons in de finale wil eindigen. Maar ze doet dan toch altijd net even de eigen twist om te laten zien van... Nee, ze wil gewoon liefgevonden worden. Ja, en ze wil wel laten zien van ik hoor er niet bij of zo. Snap je, dat gevoel krijg ik een beetje. Niet dat ze onbetrouwbaar is hoor, zo bedoel ik het echt niet. Want als ze het heeft over mensen die me dierbaar zijn, dan zijn eigenlijk dat groepje wat je hier nu ziet, dan heeft ze het daarover. Maar als we dan slimme keuzes willen maken, dan is er altijd één of twee stemmen die ze dan toch weer niet uitdeelt. Kijk, weet je wat het is? Als Dylan nu naar huis zou gaan en die stemt op Ger, dan is de kans groot dat Milena nog verdrietiger wordt. Dus dan is Dylan al weg en dan gaat ze in de week erna gaat ze waarschijnlijk heel veel stemmen krijgen omdat ze zielig is. Want mensen houden het niet heel lang vol om daar tegenin te gaan. En dan kan je dan de keuze maken om een gehoor aan te geven of het nog een week uit te stellen. Maar dan schuif je de ellende wel echt heel ver voor je uit. En dan hou je er steeds meer over. Dus kijk, ik vind gewoon iemand die bewezen heeft al op Gert te gaan stemmen, vind ik gewoon onverstandig om die er langer in te laten. Dan kan het inderdaad dus zo zijn dat Andrea en Shelley zich aansluiten bij ook op Gert te gaan stemmen. Ja, die ga je dan uiteindelijk denk ik wel krijgen. En dat er dan misschien nog meer mensen zich daarbij aansluiten. Maar één iemand waarvan je het al zeker weet dat die het gaat doen, vind ik verstandig om weg te werken. Kijk, weet je hoe ik het zie van dat groepje? Dat is een groepje van 6, zijn er dus 2 die het allemaal niet interesseert. Dus je hebt 2 groepjes. Maar welke keuze zij ook maken, als die goed uitkomt voor dit groepje, gaan zij daarin mee. Dan bonden zij niet met hen, maar zij wel met hen. Uit slimheid zou ik andersom ook doen. Dus dan moet je kijken inderdaad, als Dylan gaat morgen of whatever, wanneer we gaan stemmen, naar huis. Wat zijn dan de kaarten? Ja, kijk, weet je wat het is? Ze zullen snel meegaan, een aantal mensen met stemmen op iemand waar al meerdere stemmen naar uitgaan. Ja, ja. Maar als Dylan eenmaal weg is, dan staan er nog maar 3 vast op Gerrit. Ga je daar dan in mee? Of denk je van, ja, 3 stemmen is ook maar 3 stemmen? Nou ja, dat zeg ik dus. Dit groepje, dat is dus ook een Dylan en een Milena, die gaan nooit met hun mee, want het boeit ze geen flikker. Maar zij hier kunnen natuurlijk wel besluiten, oké, ja, dat groepje, Milena gaat op Merel, want ze moet daar niet. Oké, dan gaan wij ook wel op Merel, want dan hebben we in ieder geval kunnen bepalen wie er op de bank
zit. Zo denk ik dat het gaat gebeuren. Neem niet weg dat als je nu Dylan wegstuurt, Milène in de put raakt, dat heel dit groepje op Milène gaat, waardoor wij weer een soort vrij spel hebben. Ja, en dan ben je er twee kwijt. Ja, dat zou ook Het mooiste zou dan zijn dat ze die week nadat Dylan zou vertrekken, Milène nog niet weggaat. Maar dat we het nog één week uit kunnen stellen. Ja, maar zij gaat dan wel die stemmen krijgen, denk ik. Ja, weet ik. Maar ja, als we dan in de meerderheid zijn, dan zitten we dus veilig omdat hun stemmen al naar Milène gaan. En dan zetten wij zelfs ook nog de tweede op de bank. Ja. Ik weet niet. Ik weet gewoon, mijn gevoel zegt gewoon dat als we Andrea wegstemmen, dat we het helemaal in de kaart spelen dat het andere groepje één geheel wordt. En dan hebben we een paar onberekenbare factoren erbij, waardoor we zomaar in de minderheid kunnen komen. Het allerbelangrijkste is nu gewoon dat we zoveel mogelijk mensen meekrijgen op één iemand. Ja. Ja, dat is... En bij voorbaat niet, of bij voorkeur niet Andrea, want als Andrea wegvalt, dan gaat er gewoon echt heel veel veranderen. Als Dylan wegvalt, dan wordt Brandon een beetje lonely. Maar als Andrea wegvalt, dan gaat Shelly bonden met Shelly is toch al lonely. Nee, maar die gaat zich dan, die gaat wel de kracht bij anderen zoeken. Tuurlijk. En dat gaat Brandon niet bij iemand doen. Dus jij denkt dat je door Dylan weg te stemmen, Brandon als enige bijvoorbeeld op Ger zou hebben? Ja, en dan kan het wel zijn dat er meerdere bij komen, maar in ieder geval drie bewezen stemmen. Ja, ik verwacht niet dat Milène vol op Brandon zou gaan. Jordi zou me ook tegenvallen als die, of op Gerrit bedoel ik. Kijk, weet je wat het namelijk ook nog eens is? Je krijgt ook een hele hoop kwaad bloed als je niet of Milène of Dylan naar huis stuurt. Ja, en als je op Andrea gaat natuurlijk. Als je Andrea naar huis stuurt. Dan is de oorlog verklaard. Ja, en dan weet je zeker dat een van ons de volle lading weer onder de naam gaat krijgen. Dus je kan ze eerst beter uitdunnen. Zorg er dat je nog niet te veel mensen boos of argwanend maakt. En dat je gewoon verklaarbare keuzes maakt. Jens was verklaarbaar. Dylan is ten opzichte van Milène ook verklaarbaar. Dan ga je op zich nog niet veel ellende mee krijgen. Die ronde daarna gaan ze waarschijnlijk massaal op Milène. Moeten we zorgen dat hij nog niet naar huis gaat en pas een ronde daarna. Ik weet niet, als je nu Andrea naar huis wil gaan sturen, dan krijg je gewoon... Voor die ronde daarna verwacht ik dan gewoon dat iemand van ons het veld gaat verlaten. Wat in theorie, zoals het er nu naar uitziet, niet zou kunnen. Omdat we altijd meer een meerderheid hebben. Franny, daar verwacht ik voorlopig geen gekke sprongen van. Lexi, weet ik niet, hoop ik niet. Nee, maar... Lex spreekt namelijk 8000 keer per dag uit. Ik ben zo betrouwbaar, je voelt me echt niet te twijfelen. Dan denk jij, je roept het net iets te hard elke keer. Ja, en Hiske. Weet het niet, hoor. Ik vind... Ik verwacht niet dat ze op ons gaat stemmen. Maar... Nee, maar Hiske die bungelt in het midden en dat is omdat Hiske die wil gewoon heel duidelijk laten zien, ik hoor niet bij een groepje. Moet je maar eens opletten, als het over het onderwerp groepjes gaat, dan wordt Hiske al helemaal zenuwachtig. Want dat wil ze niet, ze wil die stempel niet krijgen. Ja, waarom niet? Ja, weet ik niet. Dat hoort denk ik bij haar of zo. Ik weet het niet. Maar ik denk dat Hiske pas anders gaat stemmen op het moment dat een van ons in gevaar zou komen. Ik denk dat ze dan wel... Ja, maar dan is het te laat. Ja, nee, ja, dat weet ik. Dat klopt. Maar ik denk dat zij zo denkt. Als je nu een tactische keuze zou willen maken op iemand die zij best aardig vindt... Dan ga je dus waarschijnlijk ook zelfs... Ja, ze midden in mijn zin. Ja. Dan denk ik dat ze dat niet gaat doen. Ik denk dat ze dat alleen doet dat als je tactisch op Dylan gaat... en zij had dat ook al voor ogen van ik zou best bij hem kunnen gaan... dat ze het dan wel doet. Ja, zoals nu. Ja, precies, ja. Als vorige stem. Het Hiske ga je dus niet meekrijgen als je op Andrea gaat. Voor deze ronde denk ik het niet. En in principe, Lexi en Franny, weet ik niet of je die mee gaat krijgen, maar ik denk wel dat je ze meekrijgt op Dylan. Gewoon alleen volgens Mariska gaan ze ook op Andrea, maar ze gaan ook sowieso op Dylan. Alleen er moet nog wel met Lex en met Franny, althans ik heb aan Franny gevraagd of zij dat wil. Hoe kan het dat dingen hier zo'n eigen leven gaan leiden en dat iedereen in één keer zijn stemmen wijzigt en zo? Mariska die begon daar vanmorgen mee, maar ik had het altijd wel in mijn hoofd hoor, Gert gewoon net zo goed. Maar het is toch niet erg, we kunnen het er toch gewoon over hebben? Jawel, jawel, jawel. Alleen er zijn allemaal zoveel meer kanten. Ik weet niet, ik zie het helemaal gewoon anders het stemmen. Ik kijk heel anders naar zo'n situatie. Ja, maar daarom is het toch juist goed om daarover van gedachten te wisselen. Jawel, maar als iedereen elke keer op andere ideeën komt en dan moet je die weer uit gaan leggen waarom het niet handig is. En... Het is veel lekkerder gewoon als één of twee mensen een plan maken en de rest dan gewoon naar luistert. Je wilt gewoon hetzelfde bereiken. Ja, maar ja, dan moet iedereen het wel mee eens zijn, yes. Ik zeg niet dat dat nu niet zo is. Maar ik heb bijvoorbeeld ook tegen Franny gezegd, ga wel op Dylan.
Maar dat moet zij dan weer bespreken met Lex. Ga wel op Dylan. Ja, voor dit. Maar dit heb ik ook eigenlijk met niemand besproken. Het is dat Marissa dat vanmorgen tegen mij zegt. En wel ik nadacht en dacht van ja, ik snap wel je punt.